Goedemiddag allemaal. We zijn op de laatste dag van de zomerschool. Helaas zijn deze 4 dagen echt super snel voorbij gegaan. Vandaag mochten we niet 1, maar 2 workshops geven. En we hebben eigenlijk workshop dronevliegen gegeven, hè, Lars. Lars is hier bij me en gaat zich zo meteen eventjes voorstellen. En we gaan een beetje kijken en uitleggen wat we dus vandaag hebben gedaan. Even terugblikken, maar ook eventjes kletsen over hoe zou je dit kunnen toepassen eigenlijk op je eigen school. En wat houdt het eigenlijk in, drones? Waar valt het onder? En wat kun je nog meer doen? Lars, wil je je even voorstellen? Ja, Lars Knol, docent aardrijkskunde informatica, voortgezet onderwijs, Microsoft Innovative Education Fellow. En ik werk veel met jou samen. Ja, klopt. En ook voor deze, voor Casper eigenlijk. Misschien even een shout-out naar hem. Absoluut. Die kon er niet bij zijn, helaas. Maar Casper had wel een hele belangrijke taak van vandaag. Casper is getuige op de bruiloft van zijn zus. Ja. Hè? En inderdaad, je zegt het goed, hè? Want Lars, wij werken al eventjes samen. Met edutrainers en eigenlijk alles wat we doen bij edutrainers voor en door het onderwijs. En dat betekent dat mensen zoals jij en Casper en nog heel veel MAI's gewoon echt van onwijs belang zijn voor ons. Kan je misschien een beetje uitleggen hoe dat je dat combineert? Want je staat voor de klas, daarnaast heb je echt een innovatierol en je doet nog heel veel andere dingen eigenlijk. Nou ja, in het onderwijs zie je natuurlijk heel veel situaties waarin digitale geletterdheid, maar ook naar technologie, de inzet bij informatica bijvoorbeeld, waarin het gewoon heel veel nog op een wat oudere manier is, waarin je ook heel veel vragen en ervaringen ziet die je graag ook meer wil vertellen, meer in mee wil nemen en in ieder geval ook wel laten zien van hey, hoe zit dat nou, die nieuwe technologie, hoe zou je dat ook kunnen gebruiken? En leerlingen zijn er ook heel nieuwsgierig naar. En juist door die ervaringen niet alleen uit je eigen praktijk te halen, maar ook uit andere praktijk en daar toch het een en ander over te kunnen vertellen, zeg maar. En over te leren, want andersom leer je natuurlijk dan ook weer van anderen. Absoluut. Dat kun je dan vervolgens ook weer meenemen. Nou, ik denk wat je zegt, dat leren, dat is, wij hebben het altijd over digitaal leven lang leren onderling. Wij die trainers, als we workshops voorbereiden of leerblokken maken met elkaar. Maar dat zag je vandaag ook, hè? Want je merkt gewoon ook dat de leercurve van kinderen, sommigen hadden wel drones bestuurd, sommigen hadden zelf drones, sommigen hadden nooit wat ermee gedaan. Maar eigenlijk, hoe lang was je bezig met uitleggen? 15 minuten, zoiets toch? Gewoon om ze op te starten. Ja, 10 minuten. Waarbij het eigenlijk ook voor een groot deel ging om dat programmeren. Ja. Zeg maar, want daar, je merkt dat ze daar heel veel interesse in hebben. Hoe zit het met programmeren? Hebben ze eigenlijk niet zo heel veel gedaan? Nee, klopt. En daar zijn we toch in verhouding nog wel even lang. Daar ging het natuurlijk voor heel om. Hoe programmeer je het ook? Hoe ga je ermee aan de slag? Ja, en ook echt de directe toepassingen naar de werkelijkheid. Hè? De dagelijkse praktijk van in hun omgeving. En ook hele pintere opmerking van ja, wij mogen hier geen drones vliegen omdat we in de buurt zijn van Schiphol. Hè? Want de gemeente Haarlemmermeer. Maar je zag ook wel heel erg mooi gisteren bij Minecraft ook heel duidelijk. Dat kinderen al die affiniteit hadden met de code builder. En nu liet jij ook een stukje zien met code. En gelijk zag je bij echt heel veel kinderen gewoon helemaal Mogen we dat gaan doen? Inderdaad. Nou ja, goed, we hebben het er nu vooral natuurlijk ook over gehad. Gisteren hebben ze er ook wat meer mee kunnen werken. En nu ging het er vooral inderdaad ook om, waar zien we er terugkomen? Pakketjes laten bezorgen, noemden ze al eventjes. Maar ook dat het verder gaat in de landbouw. Dat er heel veel mogelijkheden zijn waar zij misschien niet aan denken was, waarbij ze achteraf wel denken van, hé, dat is gaaf. Ja, precies. Nou, dat wil je uiteindelijk bereiken natuurlijk. Ja, dat zie je ook, hè, vandaag ook weer gewoon dat die kinderen gewoon geprikkeld worden. En ook bij de vraagstelling, hè, want Julia heeft de kinderen en Charlotte hebben de kinderen geïnterviewd. Bij elke interview van de kinderen komt ook heel erg duidelijk terug van, zou je dit op school als leervak willen hebben? Ja. En dan is gelijk het bruggetje naar mijn volgende vraag. Hè. Lars, jij bent er digitaal vaardig, digitaal didactisch vaardig. Hè. Je weet hoe je technologie kan toepassen in de klas. En met edutrainers houden we ons bezig met de digitale geletterdheid van de volwassenen, van leraren. Er zit ook een heel groot kloof tussen de digitale geletterdheid van ouders, leraren en kinderen. Hoe hebben jullie dat opgepakt op jouw school? Hoe zijn jullie daarmee bezig? We zijn eigenlijk een aantal jaren geleden begonnen met het vak technologie. Die hebben we ook met een groep docenten opgepakt. Modulair ingericht, begonnen met digitaal vaardigheden. En eigenlijk is daar ook een module, Minecraft is erbij gekomen, module robotica, 3D printen. En eigenlijk zijn we nog steeds constant aan het zoeken. Ondertussen zit ik zelf niet meer in dat vak, zeg maar, ook gezien de rol, die innovatierol die ik vervul. Maar wordt er nog steeds actief nagedacht over hoe kunnen we dat vak blijven
innoveren? Hoe kunnen we blijven zoeken naar ook de integratie met andere vakken, maar ook met andere technieken, zeg maar. Zodat die leerlingen ook te maken krijgen met misschien wel het beroep waar ze in zullen gaan rollen. Ja. Maar vooral ook om leren gaan met technieken die ze misschien nog niet kennen. Of misschien al wel kenden, maar waarin ze die vernieuwingen meepakken. Want de kinderen van nu hebben misschien ook banen die er in de toekomst niet zullen zijn. Ja, maar dat is ook, hè. En dan heb je dus docenten, leraren die voor de klas staan. En dat zou jij ook ervaren. Je traint ook heel veel voor edutrainers. Ik kan wel echt ook op verschillende scholen, van primair onderwijs tot hoger onderwijs eigenlijk. Maar is het voor iedereen toegankelijk? Denk je dat ieder leraar hier in Nederland dit kan aanpakken? Ja, dat denk ik wel. Het is denk ik wel belangrijk om vooral ook zelf te ontdekken, op zoek te gaan, maar vooral ook te proberen. En zelf te ervaren en kijken hoe dat gaat, hoe kan ik dit toepassen, hoe gaat het bij mijn leerlingen. Ga dat gewoon echt, ga experimenteren, want op die manier worden zij ook beter, leer je ook van elkaar, maar kun je vooral ook elkaar verder helpen in het leerproces. Ja, precies. En naast edutrainers doen we nog andere dingen. Ik wil even gewoon een mooie shout-out doen naar Onderwijs op Afstand. Jullie hebben met Dimitri van Dielen samen echt een prachtige website opgezet, waar jullie eigenlijk gewoon elke week, meerdere keren per week zelf gewoon bloggen voor andere leraren, om ze te kunnen inspireren. Ja, nou, het mooie daarvan is denk ik, Dimitri en ik zouden eigenlijk naar Sydney voor de Educational Exchange voor Microsoft. Ja. En toen dat omwille van de hele COVID-situatie niet door kon gaan, zaten we tegelijkertijd ook met de periode. We zoeken eigenlijk iets waarbij alle informatie op één plek staat, heel toegankelijk is, maar ook constant met een didactische omslag. Want je kan wel heel veel tips posten, maar ook een heel aantal docenten heeft echt die behoefte aan, maar hoe kan ik dit dan goed inzetten in mijn les? Absoluut. Dus het zijn korte tips en tricks eigenlijk, en dat kunnen blogs zijn, video's, maar ook infographics, werkvormen die over Microsoft tools gaan, maar die allemaal op één plek staan. En nou goed, daar zijn we toen mee begonnen en we hebben ook een heel aantal gasten schrijvers die er meedoen. Pauline Maas bijvoorbeeld schrijven we geregeld over de microbit. Maar ook Erik Redegeld bijvoorbeeld, die juist heel erg technisch, die dat heel interessant vindt, die draagt op die manier ook bij. Martin van der Harst, dus je merkt wel binnen het Microsoft-netwerk hebben wij ook zoiets van, dit moet eigenlijk een plek zijn waar heel veel kennis gedeeld kan worden. En dat is ook dit is de gedachte achter de site en daar proberen we eigenlijk dagelijks wel wat te posten. Maar in ieder geval, nou, 3-4 keer in de week staat daar zeker wel iets op. Ja, absoluut. Nou, wil je meer tips hebben over digitale geletterdheid, digitale didactische vaardigheden, hoe je Minecraft, drones, greenscreens of andere technologie programmeren kan toepassen in je klas, met je studenten, met je leerlingen, ga even snel op edutrainers.com. Neem een kijkje op de website van Lars Dimitri en hun gastbloggers op Onderwijs op Afstand. En we bedanken alle kijkers voor ons te hebben gevolgd tijdens deze fantastische zomerschool. We gaan even genieten van de zomervakantie. En medio augustus kunnen jullie weer wat leuke video's, nieuwe leerblokken, nieuwe workshops verwachten bij edutrainers. Hartelijk dank. Dankjewel, Lars. Doei!